Ja, hallo. Ja, Lucas, het is inderdaad gezellig. Goedemorgen allemaal. Ik mis nog een aantal mensen. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Ja, we gaan even kijken of het allemaal wil lukken op deze manier. Ik geloof dat jullie mij ongeveer een halve minuut later zien dan de werkelijkheid. Dus het reageren in de chat zal wat lastig gaan of wat vertraagd zijn. Wat ook een probleem is, ik merk dat ik niet terug kan chatten. Maar ja, ik kan wel terug spreken. Laat even weten dat je er bent in de chat, zodat ik weet dat iedereen aanwezig is en dan kunnen we zo meteen gaan beginnen. Henkie, laat even weten hoe je in het echt heet, hè, zodat ik weet tegen wie ik praat. Goedemorgen. Jongens, laat me even in de chat weten wat het laatste is wat wij behandeld hebben. Ik dacht dat we bij les 4 gebleven waren. Daar ga ik dadelijk het een en ander over vertellen. Maar ik wacht nog op een aantal klasgenoten. Laat me ook even weten of je me goed kunt verstaan. Het is allemaal nieuw. Dank je, Lucas. Dan heb ik het goede voor me. Zorg ook dat je je spulletjes bij je hebt. Arduino aangesloten. Lesmateriaal voor je neus. En dan gaan we over een paar minuutjes gaan we beginnen. Zeg maar kwart voor gaan we echt beginnen met de les. Wie er dan wel is of niet, dat maakt dan niet uit. Maar dan ga ik beginnen.
Ondertussen een. Ik zal even. Zo. Ondertussen heb ik een vraag voor degenen die aan het wachten zijn. Jullie hebben al een aantal lessen gehad van andere docenten. Kun je me vertellen op welke manier ze dat gedaan hebben en hoe dat ging en wat je prettig vond of hoe je het anders zou doen? Ik heb nou deze opzet gemaakt, maar het kan best zijn dat we het heel anders gaan doen omdat het niet goed werkt. Dus ik wil graag wat feedback van jullie. Het Skype-overleg bij Luc werkte dat fijn, jongens. Ging dat goed? Dan heb ik nog een opmerking voor degenen die hun Arduino vergeten zijn. Met Tinkercad, dat hebben we in de eerste ook gebruikt, kun je de opdrachten gewoon uitvoeren. Dus dat is zeg maar een gesimuleerde Arduino. Ik zal je straks daar nog wat informatie over geven. Tinkercad. Tinkercad. Lucas, bedankt weer voor je goede feedback. Daar heb ik veel aan. Nog even een opmerking. We gaan beginnen. Zorg dat je ook iets hebt om aantekeningen te maken. Dus je schrift of een stukje papier. Zodat we goed aan de slag kunnen. Oké, ik ga hier verder met de oefeningen van les 4. Het gaat over een knipperend ledje. Ze hebben het over frequentie, over de duty cycle. Ik wil dat door middel van een sommetje of een voorbeeld aan jullie duidelijk maken. Even kijken of ik deze camera wat hoger kan zetten. Dus voor degenen die geen Arduino hebben meegenomen, dadelijk geef ik jullie een pauze om te programmeren en dan zoek ik dat even uit hoe je dat met de Tinkercad goed kunt doen. Oké, hier bij oefening 6, dat is op pagina 54. Daar hebben ze het over een led laten knipperen met een frequentie van 5 hertz. Dus ik kan hier noteren, F is 5 hertz.
Nou, het laten knipperen. We gaan een blokgolf genereren. De formule die je hierbij hoort is de frequentie is 1 gedeeld door de periode. En een periode die loopt van dit punt. Dus het is laag, hoog. En hier gaat hij weer laag tot dit punt. Dus dit is T. Je kunt deze formule ook omschrijven. En dan krijg je T is 1 gedeeld door F. Nou, T, F weten we. Even kijken hoor. F is 0,5 hertz. Dus moet ik even aanpassen. Dus T is 1 gedeeld door een half. En dat is 2. 2 seconden. Dus deze periode die duurt 2 seconden. Bij deze knipperende led is de tijd die de led uit is even groot als de tijd die de led aan is. Dus als dit geheel 2 seconden is, dan kun je zeggen dat de led 2 seconden, daar de helft van, dus 1 seconde laag is en 1 seconde hoog. Als ik nou naar de volgende opgave ga, 7, daar komt het begrip duty cycle. Dus deze formules, die zijn belangrijk. En nu krijgen we de term duty cycle. En nu kan ik me weer herinneren dat we daar eerder over gehad hebben. Daar heb ik nog met Malte over gesproken. Nou, een duty cycle van 75%. De duty cycle geeft eigenlijk aan de tijd dat het signaal hoog is of het ledje aan. Nou, de opgave is verder hetzelfde. Even kijken, laat het led 10 keer knipperen met een duty cycle van 75%. Nou, als we dan naar de blokgolf kijken, dan is hij lang aan en kort uit. Lang aan en kort uit. De periode, T, die is weer 2 seconden. Maar hij is een langere tijd aan. Hoe lang? 75% maal 2 is 1,5 seconden. Dus 1,5 seconden hoog. En dan, omdat T 2 is, houden we nog een halve seconde over dat het signaal laag is. Oké. Bij opgave 8. Bij opgave 8. Daar staat weer een voorbeeldje. Wat je kunt uploaden. Wat je kunt kopiëren en kunt plakken in de Arduino-omgeving. En daar wordt het ledje gaat sneller of langzamer knippen. Hier staat de frequentie neemt af. Dus de led gaat steeds langzamer knipperen. Ik stel voor dat we opgave 6, 7, 8, dat we die gaan maken en dat we die dadelijk bespreken. Ik wil even feedback of er mensen zijn die die opgave al gemaakt hebben. Laat het even weten in de chat. Ik wacht even.
Dankjewel, Davy en Bart. Ik krijg nou een bericht door dat jullie het nog niet gehad hebben. Ik stel voor dat we die opgave gaan maken, 6, 7 en 8. Ik kijk ook ondertussen of ik een uitleg kan vinden over Tinkercad. Zijn er mensen die geen Arduino bij zich hebben en niet weten hoe ze met Tinkercad moeten werken? Laat dat even weten in de chat, zodat ik daarop kan reageren. Dus ik zet het even. Dus deze opgave, 6, 7 en 8, die ga je nu maken. En dan gaan we kijken, dadelijk kijken of we die kunnen bespreken. Mensen, als je antwoordt met ja en nee, zet er dan ook even bij waarop je ja en nee beantwoordt. Want omdat er een delay is, is het niet altijd duidelijk waar je antwoord op geeft. En Bart, wat loopt bij jullie tot 6? Ik snap niet wat je daar helemaal mee bedoelt. Laat even weten wat je met die opmerking bedoelt. Goed dat je er bent, Sam. De bedoeling is dat je de opgave, die vervolgoefeningen bij les 6, dat je dan de oefeningen 6, 7 en 8, dat je die gaat maken. Ik zal het even laten zien, de pagina's. Ik zal even alleen... Dus dit zijn de oefeningen van les 4. En als je die dan omdraait, dan zie je vervolgoefeningen les 4, oefening 6, 7 en 8. Oké, jongens, ik. Zo gaat het beter. Ik zie dat ik. Het klopt dat jullie andere oefeningen hebben staan. Ik zat in een foute reader te werken die ik bij een andere klas gebruik. Ik pak even de juiste reader erbij. Momentje. Dit is de juiste versie die jullie ook hebben. Nou, het gaat ook over PWM, over pulsbreedtemodulatie. Daar hebben we het over gehad. Pulsbreedtemodulatie. Dat kun je op een aantal
binnen bij de Arduino gebruiken. Dat zijn dus, dat hebben we vorige keer ook op het bord genoteerd. PWM is mogelijk op de poorten waar zo'n zo'n kriebeltje bij staat. Dan gaan we even kijken. Kan iemand even op de chat aangeven welke opdrachten, aan welke opdrachten je van les 4 al gewerkt hebt? Oké, dankjewel Lucas weer voor je goede feedback. Ik begrijp dat jij opgave 1 en 2 gemaakt hebt. Ik zie opdracht 3. Die kunnen we ook maken, ook als je geen Arduino hebt. Dat kun je maken met Tinkercad. Bij opdracht 4 en 5. Daar wordt de infraroodsensor gebruikt. Dus die kan niet iedereen maken. En opdracht 6. Die kun je ook maken. Dus ik ga even opschrijven. We gaan proberen te maken. Dus les 4. Opgave 1, 2, 3 en 6. En 6, dan moet je een uitgebreid, is een uitgebreide schakeling met 6 uitgangen die je gebruikt. Dus we gaan deze opgave, kijk eens even of je die kunt bouwen en maken, zodat we die later kunnen bespreken. Nou jongens, het is voor mij ook wat moeilijk zo zonder directe feedback. Hè, want dat vind ik fijn als ik daar meteen op kan reageren. Dat gaat nou niet. Het is allemaal wat vertraagd en wat onduidelijk. Ik zie ook dat ik meer tijd heb besteed om dit allemaal mogelijk te maken. Dan dat ik nu heel goed de les heb voorbereid. Dus we moeten heel even kijken hoe dit gaat. Is nou voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is? Dus maken opgave 1, 2, 3 en 6 van hoofdstuk 4. En is het nog belangrijk dat ik je laat zien hoe dat werkt met Tinkercad of is dat niet nodig? Laat me dat even weten in de chat.
Ik stel voor dat jullie, degenen die dat kunnen, gaan aan de slag. Ik begrijp dat er mensen zijn die graag uitleg hebben over Tinkercad. Ik moet zelf ook even dat opzoeken. Dus geef me een momentje en dan laat ik je zo het een en ander zien. Als je niet vooruit kunt omdat je geen Arduino hebt, lees dan de stof even goed door, zodat je weet waar het over gaat. Bekijk je aantekeningen. Ik kom zo weer bij je terug.
Oké, mijn collega Chris Doornaert, die ook Arduino geeft, die heeft een berichtje gestuurd naar zijn leerlingen en ook naar mij. Daarin legt hij uit hoe je Tinkercad, hoe je daar gebruik kunt maken van de Arduino-simulatie. Ik heb de brief even, zet ik zo meteen, laat ik jullie zien. En ik ben ook ingelogd. Je moet, als je het nog niet eerder hebt gedaan, moet je een account aanmaken. Doe dat met je schoolaccount, zou ik dat doen. En ik laat even zien wat hij schrijft in zijn tekst. Kijk even mee. Oké, Tinkercad. Ik ben gegaan naar Tinkercad.com, daar ben ik ingelogd. Nou, als je dat nog niet gedaan hebt, of nog nooit of niet eerder gedaan hebt, dan kun je daar een account aan maken. Ik heb gewoon mijn schoolaccount gebruikt. Ga naar Tinkercad, kies aan de linkerkant van het scherm voor Circuits. Dat doen we. Klik op de groene knop om een nieuw circuit te maken. Dat doe ik hier ook. Je kunt hier nu zoeken op componenten die je gaat gebruiken, bijvoorbeeld de Uno. En die kun je hier naartoe slepen, dacht ik. Ja. Dus ik heb nu de Uno. Ik kan hier ook zeggen breadboard. Ja, zo'n breadboardje wil ik hebben. Ik heb hier de 5 volt aansluiting. Doe ik hier ook aan deze 5 volt aansluiting. Door te klikken en te slepen. Volgens mij kun je ook nog de kleur van het draadje bepalen. Ja, dat kan ik hier boven. Het is natuurlijk een rood draadje bij de plus. Dan doe ik ook even de ground. Zwart draadje. Even kijken. We hebben natuurlijk een ledje nodig en een weerstand. Led. Kan je hier ook in het bord prikken. Ik kan hier, ik verbind even deze voedingslijn met deze voedingslijn. Dat kan aan de onder- en aan de bovenkant de plus- en een min-aansluiting hebben. Rood. Vind ik ook. De min-aansluiting. Zwart. Nou, even kijken. Ik zet het ledje zet ik even hier naartoe. Dan verbind ik de negatieve kant met de min. Gebruik netjes een zwart draadje. Dan heb ik een weerstand nodig. Ik weet niet of die Nederlands verstaat. Ja, weerstand. Die zet ik hier op dezelfde rij, maar die moet natuurlijk gedraaid worden. Ik weet niet hoe dat kan. Dan gaan we even kijken. Hoe ik een component kan keren. Dat is in ieder geval niet goed. Kan hier wel de waarde ingeven. 1 kilo ohm is wat aan de hoge kant. Bijvoorbeeld 330 ohm. Even kijken.
roteren. Hier zie ik het. Ja. Zo. En die verbind ik bijvoorbeeld aan poortje. Aan poortje 13. Pak hier weer een draadje. En die verbind ik aan poortje 13. Ja. Oké. Dus ik heb nu een setup gemaakt. Klik rechtsboven op de knop code. Ik dacht dat dat hier zat. Exporteer is code. Ja. Nou, je kunt coderen met blokken grafisch. Dat doen wij niet. Dus we kiezen hier voor tekst. Weet u het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Even kijken. Nou zie je dat er al een standaard scriptje staat. Dat is een knipperlichtje. Pin 13 is een output. En die maak ik 1 seconde hoog en 1 seconde laag. En het zit in een loop, dus dat wordt eindeloos herhaald. Dus als ik het nou goed heb gedaan en ik run de code, dan zou dit ledje moeten gaan knipperen. Ik wil even kijken. Dan klik ik hier op simulatie starten. En jawel hoor, het werkt. Dus alle opgaven die ik je opgegeven heb, kun je op deze manier maken. Ik hoop dat deze uitleg duidelijk voor je was. Oké, ik zie, als het goed is, heb ik nu aanwezig in de klas. Ik doe even een, kijken wie er allemaal is. Lucas, Wiebe, Davy, Teun, Bart, Enrico, Sven, Malte, Bas, Sam, Stijn en Thijs die heeft zich net ook gemeld. Jongen, je bent wel te laat hè, op tijd komen. En niet aan je mobiel, niet achter je mobiel zitten. Ben ik nog iemand vergeten, laat dat even weten in de chat. Was het verhaal... over de, hoe heet het, Tinkercad. Was dat duidelijk? Kun je daar wat mee? Laat ook even weten of het je allemaal lukt. Ik krijg vragen van wanneer bepaalde lessen doorgaan. Jongens, dat staat in je rooster. Ik stuur jullie, dus mensen van andere klassen, ik stuur jullie ook nog wel een berichtje. Dit is de eerste les die ik zo geef. Dus dat is ook meteen een test. Dus je hoort nog van mij. Oké, Giel is er. Lars is er. Ja, LH7, daar weet ik niet wie dat is. Oh, dat is Lars.
Jongens, even voor de duidelijkheid. Ik mis volgens mij Jelmer, zo niet laat even wat van je horen, Juri, Soudé, Nick, Dennen. Die was gisteravond ook nog laat op, want ik heb hem nog gesproken. Tom, ik geloof, dat weet ik nog niet zeker of ik Finn al heb gezien. Jongens, hebben we beide Barts. Laat even wat van je horen nu, zodat ik weet dat je erbij bent. Dankjewel. Ja, bedankt Juri, bedankt Bart Timmermans. Jelmer, goed dat je er bent. Oké, Bart van Mensvoort, ja, je bent er ook bij, ik zie het. Ja jongens, het is een beetje lastig zo. Ik moet het ook even allemaal een beetje uitvinden. Ik zet je even, dat ik jullie persoonlijk aanspreek. Zo, ik zet hem even zo dat ik jullie persoonlijk aan kan spreken. Hey, Juri, nog even wachten met naar de wc gaan. Dan houden we zo een pauze, dan kun je dat doen. Ik stel het volgende voor. Ik ga nou zelf dat ook even dan voorbereiden en maken en doen. Dus we maken de opgave zoals net vermeld. Het is nu bijna 10:30. Dus zeg ik dat goed? Ja, bijna 10:30. We zijn al een uur in de lucht. Het loopt nog niet helemaal soepel, maar dat gaat straks natuurlijk veel beter. Ik stel voor, ik beëindig dadelijk deze stream.
En dan spreken we over een uur, dus dat is 10:30, over om 11:30, 11:30, dan spreken we weer opnieuw af voor de tweede stream. En dan gaan we kijken of we de opgaven die gemaakt zijn, of we die dan ook kunnen bespreken. En ik zal kijken of ik ook ondertussen iets kan maken, of een Tinkercad, of in het echt. En dan hoop ik dat jullie te kunnen laten zien. Laat even weten of je dat een goed voorstel vindt. Dus kappen nu en over een uur gaan we de opgave die ik opgegeven heb, dus dan heb je een uur de tijd om eraan te werken, kunnen we die bespreken. En dan vertel ik daarna ook nog wel iets over de volgende les, over het digitaal produceren en zo, Bart. Dus daar kom ik zo meteen op terug. Ik zou zeggen, tot over een uur. Laat even nu op de chat, laat even horen of je ermee akkoord bent. Tot zometeen. Oké, Wiebe, ik ga het proberen in Tinkercad te maken. Dat vind ik een goed voorstel. Maar het is een beetje lastig, want ik werk thuis op mijn Mac, dus niet op een PC. En ik simuleer daar Windows, en dus ik heb van alles en nog wat moeten regelen om het zo voor elkaar te krijgen. En nog niet alles is helemaal in orde. Maar ik ga kijken wat ik kan doen. Ik krijg positieve reacties, jongens, dus we gaan het doen zoals afgesproken. Over een paar minuutjes eindig ik deze sessie en dan zie ik jullie weer over een uur. Als je mensen die we missen, als je die kunt bereiken, geef die even een belletje of een appje, zodat die aan kunnen sluiten. Ja, dus zorg dat we er straks met z'n allen zijn. Tot over een uur. Ja, Wiebe, ik zie dat jij zegt te lange pauze, maar ja, je zult die schakelingen moeten bouwen, je zult moeten programmeren. En ik krijg het eerder niet voor elkaar. Dus we gaan het toch zo doen. Tot zometeen. Mensen denken ook aan het mailtje wat ik je heb gestuurd met de uitgewerkte opgave. Dus die kun je ook gebruiken als je vastloopt.